Leuk dat je kijkt naar deze eerste editie van Theekamp TV. Ik ben Joey Theekamp en de komende tijd zal ik je op zeer onregelmatig terugkerende basis gaan verblijden met hier en daar wat video's. Theekamp TV kun je blijven volgen via facebook.com/joeypresenteert en kijk ook eens op Twitter @joeytheekamp. Voor meer informatie kun je altijd gaan naar joeytheekamp.nl. Je ziet naast mij het logo van RTV Slos staan. En waarom ben ik hier nu? Ik ben hier vandaag omdat de jongerenavond nieuw leven ingeblazen krijgt. Twee nieuwe programma's. Vandaag starten de eerste, de Student Lounge, tussen 7 en 9 op vrijdagavond. En vanaf volgende week hoor je tussen 6 en 7 ook twee jonge jongens, Ewan en Jari, met New School Radio. Nou, vanavond dus eerst de Student Lounge en we gaan eens kijken hoe dat programma eraan toe gaat. Het is het vervolg van Jong in de Kop van Leon en Kimberly en ik ben heel benieuwd. Ga je met me mee het pand van RTV Slos in? Gaan we eens kijken bij ze. Kimberly, jij bent programmaleider van de Student Lounge van RTV Slos. Wat is er anders dan ten opzichte van Jong in de Kop Radio? We richten ons nu iets meer op de 16-plus leeftijd. In plaats van de hele jongere leeftijd van 12 tot 22 ongeveer. En wat maakt voor jullie dan inhoudelijk het programma anders als je meer richting 16-plus gaat? De muziekkeuze, denk ik vooral. En ook heel erg de evenementen die genoemd zullen worden. En de dingen uit Steenwerkenland die ons aangaan en niet echt de jongeren meer. Ja, want je bent zelf, ben je de 16-plus leeftijd inmiddels wat overschreden volgens mij. Mag ik vragen hoe oud je bent? Ik ben 22. Ja. En vind je het dan niet lastig om nog aan te sluiten bij jongeren die zes jaar jonger zijn? Nou, soms. Ja, ik heb wel eens met jongeren dat ik denk, oh, ben ik al zo oud? Maar we zeggen 16 plus, maar daar valt natuurlijk 22. Ik denk ongeveer 16 tot 30 plus minus. Ja, dat is denk ik wel echt de leeftijd waar we ons op gaan focussen. Oké, okay, vanavond de eerste uitzending. Wat verwacht je ervan? Gewoon een gezellige uitzending. Gewoon leuk en volgens mij een hele leuke gast, dus dat komt wel goed. Vrijdagavond 7 uur, voorheen hoorde je altijd Jong in de Kop Radio hier bij RTV Slos. Tot zo ongeveer eind oktober, begin november. Toen in één keer was het weg. Ja. En ja, hoe zit dat nou precies? Toen hadden we opeens vrije tijd op vrijdagavond. Nou ja, vrije tijd wil ik het niet per se noemen, maar ja, hoe zit dat nou precies? Kimberly die was heel druk met afstuderen en dat is nu dus uiteindelijk gelukt. En ik had zelf een beetje een burn-out-achtige situatie. Het was net niet helemaal. Maar ik heb wel even. Ben gestopt met radio maken samen met Kimberly. Omdat zij zich dan kon focussen op de studie. En ik me dan kon focussen op het rust krijgen. Op jezelf. En op mezelf, inderdaad. En ja, we zijn er weer. Ik heb het wel gemist. Ja, het begon al te kriebelen toen ik hier net het vorige uur in de studio zat. Twee weken geleden, toen we heel alles door aan het praten waren. Ja, toen al een klein beetje, inderdaad, maar net helemaal. En ja. Ook nog anders. We zijn ook nog anders terug. Ja! Ja. Ik ga nog wel een paar keer een fout maken, denk ik. Nou, ik zal je helpen dan, ja? Vanaf nu luister je niet naar Jong in de Kop Radio, maar luister je gewoon naar de Student Lounge, ons nieuwe programma. Ja, wat is er nu veranderd? Dat heeft allemaal te maken met de veranderingen in programmering voor de vrijdagavond. En daarover gaan we het straks natuurlijk lekker uitgebreid hebben. Wat gaan we nog meer doen? Wat we nog meer gaan doen? Ja, we gaan leuke interviews doen met een van Steenwijk's vervenste schaatsers die we kennen. En we gaan het natuurlijk eventjes hebben over dat wat landelijk al in het nieuws was, hè? Van bij Dwarsgracht en bij, help me even, Kaleberg over de drukte rondom het schaatsen op de natuurwater. Daar gaan we het allemaal over hebben. We hebben natuurlijk gewoon weer, dat is altijd onze YouTube cover. En we gaan allemaal andere leuke dingen doen met muziek en alles zit even in een ander sausje. Leon Velnaar, jij bent een van de andere programmamakers van het voorheen Jong in de Kop Radio, nu de Student Lounge. Wat verwacht je ervan? Ja, ik heb er heel veel zin in en ik verwacht dat het programma naar een hoger niveau getild gaat worden dan dat al was. Want waarbij wij ons voorheen vooral richten op de gehele jeugd in Steenwerkenland. En zoals Kimberly ook al zei, waarbij wij ook de aansluiting een beetje missen met de onderste helft daarvan. Echt de scholieren die nog naar de RSG en naar de E-kringen gaan. Daarvoor hebben we natuurlijk ook onze nieuwe programmamakers. Die gaan dat stokje van ons overnemen, dat gedeelte. Zodat wij onze zendtijd echt kunnen gebruiken om de dingen te doen die wij zelf ook echt leuk vinden. Waardoor we dus ook waarschijnlijk het niveau wat hoger kunnen doen. Merk je dat er heel veel verschil zit dan tussen die twee doelgroepen? Ja, ik merk nu al wel dat daar wel een verschil in interesse zit. Hè? We hadden bijvoorbeeld een keer een vergadering laatst waarbij we het hadden over hoe gaan we dat nou op Facebook doen. Waarbij al die jongens zeiden van Facebook, wat is dat? Bewijzen van. Weet je, dat soort kleine dingen doen al heel veel verschil. En ik denk dat we daarmee ook, omdat het ons ook niet interesseert, hoeven we het er ook niet meer mee bezig. Het was eerst een beetje een moeten van, oh, daar moeten we ook nog rekening mee houden, maar dat hoeft nu niet meer. Vanavond de eerste uitzending. Ben je er klaar voor?
Ik denk het wel. We hebben gewoon ons programma voorbereid zoals we dat altijd doen. Leuke muziek uitgekozen. Interessante dingen waar we het over willen gaan hebben. Met leuke gasten deze week. Dus ik denk dat het helemaal goed gaat komen. Zit je te studeren, maar heb je geen zin? Hier is een zochtip van Kim. Op YouTube kun je heel veel vinden en kun je ook heel erg lang verdwalen. Wanneer je bijvoorbeeld naar een YouTube-cover zoekt. Herman van Hien, programmaleider RTV Slos. De eerste avond met het nieuwe programma van Leon en Kimberly. Hoe heb jij het ervaren? Chaotisch, maar dat is altijd zo met het allereerste keer wanneer ze een tijdje van zender afgeweest zijn. Kijk, het was natuurlijk Jong in de Kop Radio. En dat programma dat trok toch wel behoorlijk wat luisteraars, wat jongere luisteraars ook. En wat ze nu gaan proberen is een jongere doelgroep of een iets oudere doelgroep aankaarten. En vandaar dat we gezegd hebben van nou, omdat dat gebeurt, moeten wij eigenlijk toch ook zorgen dat de jeugd bij die zender betrokken wordt. Of het jeugd luistert, ben ik eerlijk in, ik zou het niet weten. Ik moet eerlijk zeggen dat ik denk dat ze dat misschien niet doen. Tegenwoordig is het zo dat je moet eerst het eigenlijk een keer hebben gehoord. Hè? Dus zeg van, ik haal het even, ik luister het in mijn eigen tempo af. En dan wil ik eens horen hoe ze het live gaan doen. Ik zit net even op TweetDeck te kijken, waarbij een meneer zegt van, dit is weggegooid geld, want die doelgroep luistert niet. Dat heeft de meneer inderdaad gelijk in. Maar die doelgroep moet je maken. En daar zijn we dus nu mee bezig met het proberen door een nieuwe jongerenprogrammering op te zetten op de vrijdagavond. En is dan deze nieuwe jongerenprogrammering ook echt de manier om die jongeren te betrekken, denk je? Ik denk dat om die jongeren te betrekken moet je van ontiegelijk goede huizen komen. Dat is gewoon hartstikke moeilijk. Dus je gaat gewoon dingen proberen en je moet continu bijstellen. Als je denkt van, hey verrekker, wij merken, en ook de jongeren en de programmamakers merken, dat er te weinig reactie op komen, dan zullen ze wat anders moeten gaan doen. En jullie gaan dit uiteraard evalueren, neem ik aan, de komende tijd? Ja, als je het niet leuk vindt, ga eraf. Nee, we gaan het inderdaad evalueren. We laten het eerst een tijdje draaien. Kijk, je kunt niet zeggen van na drie weken van, de lust het niemand, dat werkt niet. Je zult iets minimaal een half jaar tot een jaar moeten gaan doen voordat je zeker weet dat je luisteraars gaat trekken. Nou, we hebben vanavond de eerste uitzending van Leon en Kimberly gehad. Volgende week de eerste uitzending van Ewan en Jari. Hoe kijk je daarnaar vooruit? En van de week hoorde ik het laatste testprogramma wat ze gemaakt hebben, Jari en Ewan. En de presentatie vond ik prima. Het is gericht op de scholen, het is de RSG en het is de Ekeringen. Techniek, daar worden fouten gemaakt. Nou, zo wordt, dat maakt niet uit. Het gaat om de boodschap. Ja, gelukkig zijn we de volgende week gewoon weer. En dan beginnen we natuurlijk om 6:00 met een nieuw programma, New School Radio. Ik zou zeggen, ga dat gewoon even luisteren. Ook al zit je zelf niet meer op het RSG of op de Ekeringen. Gewoon luisteren, is leuk voor de jongens. Zijn hartstikke leuk, jongens. Zeker, leuk programma ook. Dus gewoon doen. Ja, ons programma zit erop. Dat betekent dat we afscheid gaan nemen. En dat we jullie over een week weer gaan zien. Dat jullie ons over een week weer terug horen op RTV Slos. Nou Leon, Kimberly, de allereerste uitzending van jullie nieuwe programma. Hoe ging het? Goed. En wat ging er goed? Ik weet niet. Het was gewoon gezellig. Goed op elkaar ingespeeld. Leuke gast. Ja, was leuk. Was dit nou ook hoe jullie het in gedachten hadden, Leon? Ja, zeker. Qua vormgeving en alles was het heel leuk. Zoals je merkt, de eerste keer is altijd even oefenen van loopt het allemaal nog wel soepeltjes. Zeker na zo'n lange periode. We merkten toch wel dat we iets inliepen op wat we bedacht hadden. Dus we moesten even improviseren. Maar goed, dat kunnen wij natuurlijk heel goed door al die ervaring die we hebben. Maar het is gelukt. Is het nou ook een beetje als thuiskomen of moest jij heel erg inkomen, Kimberly? Nee, het is eigenlijk alsof we nooit zijn weg geweest. Alsof we gewoon door zijn gegaan eigenlijk. Of juist in oktober weer hier staan. En dan gaan jullie elke week weer 2 uur, inclusief Jari en Ewan met New School Radio. Waar kijk je nou het meeste naar uit de komende tijd? Gewoon een leuke samenwerking, een gezellige groep. En dat we gewoon iets nieuws kunnen doen. Kunnen groeien. Vooral kunnen groeien. En tot zover de allereerste uitzending van Theekamp TV live vanuit het pand van RTV Slos. Of eigenlijk moet ik zeggen, de Gerard Rutger Buisman Studio. Ik heb geprobeerd je vanavond een inkijkje te geven in het eerste deel van de nieuwe vrijdagavondprogrammering van RTV Slos. Volgende week ben ik hier weer, want dan zullen Ewan en Jari hun debuut live op de radio maken. En dan gaan we eens kijken hoe zij het ervan afbrengen. Misschien ben ik tussendoor nog een keer te vinden, want dit is natuurlijk de meest onregelmatig terugkerende tv-uitzending Theekamp TV. Voor nu bedankt voor het kijken en tot een volgende keer.